En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 7:30. In de nachtelijke uren is er ook kans op plaatselijke buien, zowel in het kustgebied als in het binnenland. Tegen het einde van de nacht ontstaat er plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgenochtend zullen langs het kustgebied lichte buien vallen. In de middaguren tot de vooravond kunnen langs de kust en in delen van het binnenland lichte tot lokaal matige buien voorkomen. Mogelijk gepaard met onweer en plaatselijke windstoten. De kans op een lokaal zware bui is niet uitgesloten. De meteorologische dienst waarschuwt dat er morgen zware neerslag met plaatselijke windstoten kan optreden.